Okay, the subject of today's session is not simple and really unique in the series of biblical holy days. Het onderwerp van discussie van vanavond is niet simpel en ook uniek in de serie van studies over Bijbelse feestdagen. Because obviously in talking about biblical holy days, we need to look for holy days that are mentioned in the Bible. Want wanneer we het hebben over de Bijbelse feestdagen, dan moeten we natuurlijk kijken naar feestdagen die in de Bijbel staan. And as you can see in the title, we're going to be discussing in some sense Chanukah, which obviously is not in the Bible, because the events described in the story of Chanukah are post-biblical. En zoals u heeft kunnen zien in de titel van de sessie van vanavond, gaat het deels in ieder geval over Chanukah. En dat is problematisch voor de serie Bijbelse feestdagen, want Chanukah staat niet in de Bijbel beschreven. De gebeurtenissen rond Chanukah zijn gebeurd in het tijdperk na het Oude Testament. So how do we talk about a biblical message pertaining to Chanukah if Chanukah is not in the Bible? Dus hoe kunnen we spreken van een Bijbelse boodschap in het feest van Chanukah als Chanukah niet in de Bijbel staat? And inevitably, my proposal to answer this question is embedded in the title, Surveying the Ninth Month in the Bible as Precedence for Chanukah and Dedication. En mijn voorstel om toch te kunnen spreken van een Bijbelse boodschap vanuit Chanukah heb ik verwerkt in de titel. En dat gaat als volgt. We onderzoeken de negende maand in de Bijbel. En eigenlijk voorlopers van Chanukah en toewijding of inwijding van de tempel. A couple of lines of explanation. First, what do we mean by the ninth month? We moeten enkele dingen toelichten. Ten eerste, wat bedoelen we met de negende maand? Well, of course, as you undoubtedly recall from Exodus chapter 12, verse 2, God tells us the first of the months of the year is the month of Passover. En zoals u zich zult herinneren van eerdere studies, staat er in Exodus 12, vers 2, dat de eerste maand de maand van het Pascha is, van het Pesach. And so indeed, in the Bible, we find the months described by sequence, by their number, with the first month being the month of Aviv, the month of spring, the month of Passover. En zo vinden we de maanden terug in de Bijbel, genummerd, oplopend genummerd, met als eerste maand de maand Aviv, de maand van het van de lente, de maand van het feest van Pesach. By that reckoning, we are now in the ninth month. And the ninth month is indeed the month in which we celebrate Chanukah. En volgens die rekening zijn we nu in de negende maand. En de negende maand is dus de maand waarin we het feest van Chanukah vieren. So, I thought it would be an interesting exercise for us to consider what we read about the ninth month. What happened in the ninth month in the Bible? Dus ik dacht dat het een leuke oefening zou zijn om te kijken wat er in de Bijbel in die negende maand gebeurt. Because on some plane we believe that the way the calendar develops is a reflection of the spiritual light that God brings into the world in certain seasons. Want op een bepaald vlak geloven we dat de wijze waarop de Bijbelse kalender zich ontvouwt een weerspiegeling is van hoe de spirituele lichten in de wereld worden neergezet. Ja. So perhaps we can glean some insights into the spiritual lights
of the ninth month by considering how the ninth month figures in the Bible. Dus misschien kunnen we wat van die sporen vinden, wat boodschappen oprapen over die spirituele lichten door te verkennen wat er in de negende maand gebeurt in de Bijbel. Now I need to add a caveat here, and that is that for the most part, what took place in the ninth month, the answer is, we don't know. En ik moet hier even een valkuil benoemen, want als we de vraag stellen van wat gebeurde er nu in de negende maand, we weten het niet. Because after all, for the most part, when we read the words of the prophets, there isn't a date connected with them. So we don't know when, in the course of the year, these words of the prophets were said. Want doorgaans, wanneer profeten een boodschap brengen, staat daar niet bij wanneer ze die brachten. En dan weten we dus niet wanneer ze hun woorden gesproken hebben. Except sometimes they tell us. Behalve dan, soms staat het er wel bij. And I'd like to consider those instances when they do tell us. And we focus our attention necessarily then on the ninth month to which they refer. Maar ik wil juist die gevallen bekijken waarin wel een datum wordt genoemd in de woorden van de profeten. En het dan specifiek richten op die gevallen dat ze de negende maand noemen. So with that we begin our survey, not at all near the beginning of the Bible, in the prophecy of Jeremiah in chapter 36. En zo beginnen we ons onderzoek helemaal totaal niet aan het begin van de Bijbel, maar al in Jeremia 36. The first place where we encounter an explicit reference. The ninth month. Dat is de eerste maal in de Bijbel dat we een expliciete verwijzing naar de negende maand tegenkomen. Let's take a look at what is taking place in Jeremiah chapter 36 from the beginning of the chapter. Laten we eens zien wat er aan de hand is in Jeremia 36 vanaf het begin van het hoofdstuk. As we'll see, there's a very obvious reason for noting that it is the ninth month. That's one of the relevant reasons here, but there are others. We zullen zien dat er een hele goede reden is waarom de negende maand genoemd wordt, maar er zijn nog extra redenen. We don't get the ninth month at the beginning of the chapter, but let's see the background from the chapter's beginning. It came to pass in the fourth year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, that this word came unto Jeremiah, unto Jeremiah, from God. We komen die negende maand overigens niet tegen aan het begin van het hoofdstuk, pas in vers 9, maar laten we de context bekijken vanaf het begin van het hoofdstuk, bij vers 1. Het gebeurde in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord van de Heere tot Jeremia kwam. Take you a roll of a book and write therein all the words that I have spoken unto you concerning Israel and concerning Judah and concerning all the nations. Neem u een boekrol en schrijf daarop alle woorden die ik tot u gesproken heb over Israël, over Juda en over alle volken. And these words are not pleasant ones. In verse 3, it may be that the house of Judah will hear all the evil that I think to do unto them, that they may return every man from his evil way, and I may forgive their iniquity and their sin. En die woorden zijn niet aangenaam om te horen in vers 3. Misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al het onheil dat ik hun denk aan te doen, zodat zij zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde zal vergeven. And we read in the verses that follow that the prophet calls his attendant Baruch, the son of Neriah, and Baruch writes the words that the prophet dictates to him,
and accept the charge to read them in the house of God, in the holy temple, upon a fast day. En we lezen in de vervolgversen dat Jeremia zijn persoonlijke assistent Baruch, de zoon van Neria, roept. En dat hij alle woorden van Jeremia opschrijft. En dat hij de opdracht krijgt om de woorden die hij opgeschreven heeft, die hele rol voor te lezen in de tempel op een vaste dag. Now, we don't read what the circumstances of this fast day are, but since fast days are always times for repenting, for returning to God, we appreciate the hope expressed in verse 7. It may be they will present their supplication before God and will return everyone from his evil way. Nu weten we niet exact nog van wat de achtergrond is van die vastendag, maar we kunnen wel zeggen dat doorgaans een vastendag de context heeft van een dag waarop inkeer op prijs wordt gesteld. En zo kunnen we in vers 7 lezen: misschien zal hun smeekbede terechtkomen voor het aangezicht van de Heere en zullen zij zich bekeren, ieder van zijn slechte weg. And, want groot is de toorn en de grimmigheid die de Heere tegen dit volk heeft uitgesproken. Okay. And we read in verse 8 that this is what Baruch does. That is, he reads the book of the words of God in God's house, in the holy temple. En we kunnen in vers 8 lezen dat dit precies is wat Baruch deed. Hij las alle woorden uit het boek voor in het huis van God in de tempel. And here's where we read about the ninth month, because this happens then in the fifth year of Jehoiakim, the son of Josiah, the king of Judah, in the ninth month, when they proclaimed the fast before God and all the people of Jerusalem and all the people that came from the cities of Judah unto Jerusalem were part of that fast. En dan kunnen we in vers 9 lezen over die referentie naar de negende maand. Het gebeurde in het vijfde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, in de negende maand, dat zij een vasten uitriepen voor het aangezicht van de Heere, voor heel het volk in Jeruzalem en heel het volk dat uit de steden van Juda naar Jeruzalem kwam. Again, we don't know why this fast was declared. Nogmaals, we weten niet waarom dit vasten werd uitgeroepen. It is true that in general, in our tradition, since the ninth month is well into the period of the rains, if the rain doesn't come, then there is in our tradition a prescribed series of fast days to pray to God to send the rain. Het is wel zo dat doorgaans beginnen de regens na het Loofhuttenfeest. En als de regen gedurende lange tijd uitblijft, dan schrijft onze traditie voor dat we een serie gebeden doen in de negende maand. En die gebeuren dan ook onder vasten. Dus er worden er vastendagen uitgeroepen om God te verbidden de regen te sturen. But there may well be a much more dire reason for this fast day. Maar misschien is er wel een veel dringender reden voor deze vaste dag. From non-biblical sources, we know that it is in this period that King Nebuchadnezzar and Babylon had waged battle against Ashkelon and destroyed it. Ashkelon is very near the centers of Judah, and obviously there would be dire fear of the impending battle of Babylon against Judah. Uit buiten Bijbelse bronnen weten we dat in deze tijd koning Nebuchadnezzar van Babel
oorlog voerde tegen de stad Ashkelon en die stad vernietigde. Ashkelon ligt erg dicht bij het koninkrijk Juda, dus we kunnen ons voorstellen dat er een vreeslag op het koninkrijk voor oorlog met Nebukadnezar. So the ninth month may be a very significant time for this fast and for the circumstances that then unfolded. Dus de negende maand zou een hele goede, heel goed in verband kunnen staan met deze gebeurtenissen, zodat die vaste dag ook te maken heeft met het afwenden van oorlog. On the one hand, obviously given just how precarious the situation was, the words that Baruch read clearly had impact. Clearly had an impact such that the princes went to the king, Jehoiakim, to describe to him what Baruch had read from the scroll, the words of God through the prophet. En gegeven de benauwde omstandigheden kunnen we begrijpen dat de woorden die Baruch voorlas vanuit Jeremia een stevige indruk achterlieten bij de toehoorders. Zo'n indruk zelfs dat de prinsen die het hoorden ermee naar de koning gingen om te vertellen welke woorden zij van Baruch gehoord hadden namens de profeet Jeremia. And indeed, so we read in verse 20, that the princes came into the king, into the court, and they told all the words in the ears of the king. Zo lezen we in Jeremia 36, vers 20, dat die prinsen naar de koning gingen in de voorhof, en dat zij al de woorden bekend maakten ten aanhoren van de koning. And in verse 21, the king sent Yehudi to fetch the roll, and he took it out of the chamber of Elishama the scribe, and Yehudi read it in the ears of the king and in the ears of all the princes that stood over the king. En dan vers 21, daarop stuurde de koning Yehudi om de rol te halen. Hij haalde die uit de kamer van de schrijver Elishama. Toen las Yehudi eruit voor ten aanhoren van de koning en ten aanhoren van al de vorsten die rondom de koning stonden. And once again in verse 22, we read this is taking place in the ninth month, because it being in the ninth month has some other significance for what happens in the following verse. En dan lezen we in het volgende vers, vers 22, opnieuw dat het de negende maand is, omdat het feit dat het de negende maand is ook wat gevolgen heeft voor de volgende versen. The brazier, perhaps a fireplace, was burning before the king. And when Yehudi had read the three or four columns or verses, he cut it with the penknife and cast it into the fire that was in the brazier until all the roll was consumed in the fire that was in the brazier. Vers 22 en 23. Terwijl de koning in het winterpaleis zat, het was de negende maand, met voor hem een brandend kolenbekken, gebeurde het, zodra Yehudi drie of vier kolommen had voorgelezen, dat de koning ze met een schrijversmes afsneed en in het vuur wierp dat in het kolenbekken was, totdat heel de rol verteerd was in het vuur dat in het kolenbekken was. Well, obviously, if this story would have been taking place in the summer, there would have been a burning fireplace. The fact that it was in the ninth month, in the cold winter months, explains why it was so convenient for King Jehoiakim to incinerate this scroll. En het mag duidelijk zijn dat als dit in de zomer had plaatsgevonden, dat er dan geen brandende haard was, geen brandend kolenbekken. En het feit dat het de negende maand is en dat het wat kouder is, verklaart waarom het zo aantrekkelijk is voor de koning om het vuur wat op te stoken met de rol die hem voorgelezen wordt. And what follows
in the continuation of the chapter is a very dire prophecy of doom and destruction to Jehoiakim and all of his cohorts for the way the king burned the scroll, for the refusal to repent, to accept the words of rebuke and return to God. En wat volgt in dit hoofdstuk is zijn verschrikkelijke profetieën over het koninkrijk en over Jehoiakim. Vanwege het feit dat koning Jehoiakim de rol verbrand heeft en alle waarschuwingen in de wind heeft geslagen en zich niet bekeerd heeft van zijn slechte weg. In verses 30 and 31... Therefore, thus says God concerning Jehoiakim, king of Judah, he shall have none to sit upon the throne of David, and his dead body shall be cast out in the day to the heat and in the night to the frost. He won't even have a proper burial. In vers 30, daarom zo zegt de Heere over Jehoiakim, de koning van Juda, hij zal niemand hebben die op de troon van David zit, en zijn dode lichaam zal weggeworpen liggen, overdag in de hitte en 's nachts in de kou. Met andere woorden, hij zal dus geen eens een gepaste begrafenis krijgen. And I will visit upon him and his seed and his servants their iniquity, and I will bring upon them and upon the inhabitants of Jerusalem and upon the men of Judah all the evil that I have pronounced against them or spoken to them. But they hearkened not, they wouldn't listen. En dan vers 31. Ik zal hem, zijn nageslacht en zijn dienaren straffen om hun ongerechtigheid. En ik zal over hen, over de inwoners van Jeruzalem en over de mannen van Juda, al het onheil brengen dat ik tot hen gesproken heb, maar zij hebben niet geluisterd. Well, you may have reached the conclusion at this point that the ninth month is not a very upbeat time of year, given the prophecy that comes in the ninth month. Nu, je zult tot nog toe de conclusie kunnen trekken dat de negende maand niet bepaald een opwekkende maand is, gezien de profetieën die hier worden uitgesproken. But don't jump to conclusions, we're just beginning. Maar spring nog niet meteen naar een conclusie toe, want we beginnen pas net. We continue with another prophet who prophesies specifically in the ninth month. This years later, after the Babylonian exile had come upon the people, and after the return from the exile, the prophet Haggai, one of the prophets of the second temple period. We gaan naar een andere profeet die ook profeteert over de negende maand. En naar Haggai. En die profeteerde in de tijd na de Babylonische ballingschap, zelfs nadat de tempel herbouwd was. What is particularly significant here is we not only read that the prophecy is taking place in the ninth month. It is taking place on the 24th day of the ninth month. Wat hier bijzonder aan is, is dat we in Haggai 2 lezen niet alleen dat zijn profetie plaatsvindt op de negende maand, in de negende maand, maar dat die specifiek plaatsvindt op de 24ste dag van de negende maand. Centuries later, we would call the 24th day of the ninth month the eve of Chanukah. Eeuwen later zouden we die avond van de 24ste van de negende maand Chanukah noemen. The eve of our commemoration of the rededication of the temple. De avond waarop het feest van de herinwijding van de tempel begint. Particularly significant because what emerges in this prophecy is the laying of the foundation of the temple, of the second temple, took place on the 24th day of the ninth month. Heel belangrijk, want de inhoud van de profetie die hij doet gaat over het leggen van de fundamenten van de tempel op die 24ste dag van de negende maand.
And indeed, by consequence, says Haggai in chapter 2, verse 15 and on, before a stone was laid upon a stone in the temple of God, I smote you with blasting and with mildew and with hail in all the work of your hands, yet you turned not to me. Let me see something in the counting of the verses. En zo lezen we dus in de versen van Haggai. In vers 18. 17 en 18. Kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren het er maar 10. Kwam hij bij de perskuip om 50 maten uit de pers te scheppen, dan waren het er maar 20. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het werk van uw handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. I'm wondering if you're a little bit ahead of me here. That is, afterwards, God is sending his blessing. Were you reading the words of the blessing already? Because, I think not. Let's see. My verse 19 is your verse 18. I see. Okay. So again, what of course emerges in these words is, until this day, when you did not turn to me, when did you not commence the building of the temple, I smote you. But from this day and forward, from the 24th day of the ninth month, even from the day that the foundation of God's temple was laid, this day, consider it. Is the seed yet in the barn? Yea, the vine, the fig tree, the pomegranate, and the olive tree have not brought forth, but from this day will I bless you. En de inhoud van de woorden betekenen dat voordat het fundament van de tempel gelegd was, sloeg de Heer zijn volk met allerlei plagen. Maar na die 24e dag van de negende maand gaat dat veranderen, zoals we in vers 19 en 20 kunnen lezen van Haggai 2. Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de 24e dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is, let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. So on the contrary, here, the ninth month is what heralds the beginning of God's blessings. Dus in tegenstelling tot wat we net zagen met die verschrikkelijke profetieën in de negende maand, is hier, de negende maand, het begin van Gods zegeningen. And indeed, in the continuation we read yet another prophecy that takes place the selfsame day. En iets verderop zien we nog een profetie die op dezelfde dag plaatsvindt. And here, the words of the prophecy speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth, and I will overthrow the throne of kingdoms. And I will destroy the strength of the kingdoms of the nations. And I will overthrow the chariots and those that ride in them, and the horses and their riders shall come down, every one by the sword of his brother. En die profetie die ook op de 24e van de maand plaatsvindt, vinden we in vers 22 en verder. Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda, ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidevolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen, de paarden en hun ruiters doen, zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. And in particular with respect to Zerubbabel, in the following verse we read, in that day, says the God of hosts, will I take you, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, says God, and I will make you as a signet, as, so to speak, the ring with which I seal my decrees. For I have chosen you, says the God of hosts.
En het laatste vers van dit boek gaat specifiek over Zerubbabel. Op die dag spreekt de Heere van de legermachten. Zal ik u, Zerubbabel, zoon van Shealtiel, mijn dienaar, nemen, spreekt de Heere. Ik zal u maken tot een zegelring, als het ware een zegelring om de verordeningen van God mee te bevestigen. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. The metaphor of has a signet is significant here. De metafoor die hier gebruikt wordt van een zegelring is heel belangrijk hier. By no means is it the only place where we encounter the signet as a metaphor for closeness, for intimacy. Want dit is niet de enige keer in de Bijbel dat we een zegelring kunnen zien als een teken van nabijheid, van intimiteit. In the Song of Songs, which in our tradition is a love song between man and God, in chapter 8, verse 6, set me as a seal, as a signet upon your heart, as a seal, a signet upon your arm, for love is strong as death, and zeal is as hard as the grave. The flashes thereof are flashes of fire, of a great flame. In het Hooglied lezen wij in hoofdstuk 8, vers 6. En daarbij de opmerking dat Hooglied gezien wordt als een liefdeslied tussen God en de mens. Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Het woord zegel hier is hetzelfde Hebreeuwse woord als wat in Haggai 2 vertaald werd met zegelring. But you know, in considering the signet as it appears in the context of Zerubbabel, descendant of King David, of the lineage of the dynasty of King David, it's significant to us to consider another passage in which the signet appears, also in the context of intimacy. Als we dan kijken naar de rol van die zegelring en de betekenis ervan van intimiteit voor Zerubbabel, die uit de lijn is van David, de lijn van de koningen, moeten we ook kijken naar een andere passage waarin die zegering nog voorkomt, ook in het in de context van intimiteit. In Genesis chapter 38, where we read the story of how Tamar, Judah's daughter-in-law, contrives to have intimate relations with him in order to bear his children, she disguises herself as a harlot. In Genesis 38 lezen we het verhaal van Tamar, die een list beraamt om kinderen te krijgen van Juda. En daartoe verkleedt zij zichzelf als een hoer. And when Judah solicits her, she asks as a pledge for her hire, specifically Judah's signet and cord and staff. En wanneer Judah vraagt aan Tamar, hè, waarvan hij niet weet dat het Tamar is, wat haar loon moet zijn om haar in te huren, dan vraagt zij heel specifiek om zijn zegelring, zijn snoer en zijn staf. And when indeed, by consequence, she conceives the implication that when she was really reserved for Shelah, Judah's third child, she had engaged in harlotry, would
in principle, incur the death penalty. En de wijze waarop ze op deze manier intiem is met Juda, terwijl ze eigenlijk bestemd was voor Juda's derde zoon Sela, betekent dat ze zich gedraagt als een hoer en dat zou de doodstraf tot gevolg hebben. And all she communicates to Judah is, by the man whose these are, am I with child? Discern, I pray you, whose are these, the signet, the cords, and the staff? En al wat Tamar communiceert, is van de man van wie ik deze voorwerpen zijn, daarvan ben ik zwanger. Ze zei, kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. And Judah's response is archetypal for the repentant. Because we read in verse 26, Judah acknowledged them and said, well, depending upon how we understand the words, either she is more righteous than I, or she is right. It is from me. En het vers dat volgt, daarin zien we Juda een voorbeeld geven van ja, hoe het bij inkeer in zijn werk gaat. Afhankelijk van hoe we het vertalen, zouden we kunnen zeggen, in Juda herkende ze en zei, zij is rechtvaardiger dan ik, of ze heeft gelijk, het is van mij. I recount this story of the signet for a very particular reason here, namely the result of this union of Judah and Tamar was the birth of Judah's sons, Peretz and Zerach. Ik benoem dit verhaal specifiek over die zegelring, omdat het resultaat van de intimiteit tussen Juda en Tamar de geboorte was van Juda's zonen Peretz en Zerach. So we could say that these sons were able to see the light of day because of the signet ring. Dus we zouden kunnen zeggen dat deze zonen het daglicht zagen door toedoen van die zegelring. But of course what is in particular significant about that is Peretz, as we read at the end of the book of Ruth, is the ancestor of King David. En wat daar in het bijzonder belangrijk aan is, is dat we kunnen lezen aan het einde van het boek Rut dat Peretz de voorouder is van koning David. Specifically, David is the 9th generation from Peretz, the 10th generation from Judah. En specifiek, nog specifieker, is David de 9e generatie vanaf Peretz en de 10e generatie vanaf Juda. Now, of course, when we consider the lineage of King David, we bear in mind that when we considered that prophecy of doom and destruction that the prophet Jeremiah delivers regarding Jehoiakim. Jehoiakim is indeed from the dynasty of King David. Jehoiakim himself is the 17th generation to King David himself. En wanneer we kijken naar de afstamming van koning David, dan zien we dat die verschrikkelijke profetieën die over Jehoiakim gezegd werden, wel degelijk ook aan Jehoiakim worden gedaan als zijnde een nakomeling van koning David. Specifiek de 17e generatie sinds koning David. Just to continue this progression, when we consider the genealogy of the descendants of Jehoiakim. In the first book of Chronicles, in chapter 3, so
the sons of Jehoiakim include Jechoniah, as we read in verse 16. And among the sons of Jechoniah, in verse 17, Shealtiel, his son, in verse 18, Pedaiah, and his son, Zerubbabel, in verse 19. En als we dan zo verder gaan en ook kijken wat de stamboom is van Jehoiakim, dan komen we uit in 1 Kronieken 3, vers 15 tot en met 19. En dan lezen we dat Jehoiakim een zoon had, Jechoniah. En Jechoniah had een zoon, Shealtiel. Shealtiel had een naam Pedaiah. En Pedaiah had een zoon, Zerubbabel. So Zerubbabel is the third generation to Jechoniah, fourth generation to Jehoiakim. Dus de Zerubbabel waarover we gelezen hebben, is de derde generatie vanaf Jechoniah en de vierde vanaf Jehoiakim. Of profound irony, we consider in Jeremiah chapter 22, God's dire words through the prophet regarding Jechoniah. En we lezen een geweldige ironie in de verschrikkelijke profetieën die over Jehoiakim worden gezegd in Jeremia 22. In verse 24 of chapter 22, even if Jechoniah, the son of Jehoiakim, king of Judah, were the signet upon my right hand, yet would I pluck you thence. Jeremia 22, vers 24. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, zelfs al was Jechoniah, de zoon van Jehoiakim, de koning van Juda, een zegelring aan mijn rechterhand, toch zou ik u daarvan afrukken. And in the continuation of this prophecy of doom and destruction, we read that he and his seed are cast into a land which they know not. They will go into exile. En in het vervolg van deze profetie van verdoemenis en vernietiging lezen we dat zij worden weggeslingerd naar een land dat zij niet kennen. Ze gaan in ballingschap. In verse 30, for no man of his seed shall prosper, sitting upon the throne of David and ruling any more in Judah. En in vers 30. Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn, zitten op de troon van David en weer heersen in Juda. How profoundly ironic, astonishing, that it is again the great grandson of Jechoniah who is the recipient of the prophecy of Haggai that refers specifically to Zerubbabel being a signet, becoming God's signet, because God has chosen him. Hoe enorm diepzinnig, ironisch en verbluffend is het dat de achterkleinzoon van Jehoiakim, Zerubbabel, opnieuw een profetie ontvangt, maar dan van Haggai, dat hij tot een zegelring gemaakt wordt. Is this a contradiction? Is dat een tegenstelling? We read the prophecies of doom and destruction for Jehoiakim and for his son Jechoniah. We lazen over van de profetie van vernietiging over Jehoiakim en Jechoniah zijn zoon. And ironically, the same motif of the signet that figured prominently in their ancestor Judah and the circumstances of the birth of Judah's son, Peretz, their progenitor. That same signet figures in the prophecy of destruction, the Jechoniah as the signet that is cast away, plucked and discarded. En met geweldige ironie wordt in die profetie van vernietiging
de zegelring gebruikt als een teken. Die zegelring die voorheen bij Juda geleid heeft tot de geboorte van Peretz en Zerach. En die nu in zijn verdere nageslacht gebruikt wordt als een beeld om Jojakim en Jechonia uit de nabijheid van God te verdrijven. And the same signet ring is the motif in God's promise through Haggai to Jojakim's great-great-grandson, Jechonia's great-grandson, Zerubbabel, whom God chooses. En de zegelring is ook het motief voor de profetie door de profeet Haggai aan Zerubbabel, dat God hem verkozen heeft. It's not a contradiction. Het is niet in tegenspraak. It's two sides of one coin. Het zijn twee zijden van één munt, van één medaille. The question inevitably always is, how do we respond to the challenges, to the opportunities that God gives us? De vraag is altijd, hoe reageren wij op uitdagingen en kansen die God ons geeft? A summons of repentance, a summons of return. Een oproep tot inkeer en een oproep tot terugkeer. Which brings us to yet another context in which the ninth month explicitly appears in the Bible. En dat brengt ons naar nog een stukje context over waar de negende maand in de Bijbel voorkomt. In Zechariah chapter 7, we read about something else that takes place in the ninth month, the fourth day of the ninth month. Known here, because Zechariah is, after all, following the Babylonian exile, by the Babylonian name of the month that we use to this day, Kislev. In Zechariah 7 lezen we opnieuw over iets wat plaatsvindt in de negende maand, op de vierde van de negende maand. En naar die maand wordt gerefereerd met de naam Kislev, de maand die we nog steeds gebruiken en een naam die afkomstig is uit de Babylonische ballingschap. And the question that is portrayed as being asked, and God tells the prophet Zechariah that this question is going to be coming from the people entreating the favor of God. Should I weep in the fifth month, separating myself as I have done these so many years? The temple, when it was destroyed, gave us reason to mourn. Now it is rebuilt. En de vraag die naar voren komt, het zijn mannen die Zachariah gaan ook om God gunstig te stemmen. En zij komen met de vraag, moet ik in de vijfde maand blijven treuren zoals ik gedaan heb? Want toen werd de tempel verwoest, maar nu is hij herbouwd. En in essence, God's answer to the prophet in Zechariah chapter 8, from verse 18 and on, is precisely this message. It's in your hands. What you do when you return. Thus says the God of hosts in verse 19, the fast of the fourth month, and the fast of the fifth, and the fast of the seventh, and the fast of the tenth, shall be to the house of Judah joy and gladness and cheerful seasons, but love you. Truth and peace. En het antwoord van de profeet Zechariah in Zechariah 8 vanaf vers 18 is in feite dit. Het is in jullie handen. Hoe reageren jullie hierop? Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten. Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap
en tot vreugdevolle feestdagen. Maar heb dan de waarheid en de vrede lief. And the message of returning to God is one that applies not only to Israel. Because the very next verse, thus says the God of hosts, it shall yet come to pass that there shall come peoples and the inhabitants of many cities, not just Israel. En het antwoord door Haggai van God is, het betreft niet alleen Israël, maar ook andere volken. Want het vervolg in vers 20 luidt, zo zegt de Heer van de legermachten, er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. Niet alleen Israël dus, maar ook andere volken. And the inhabitants of one city shall go to another, saying, let us speedily go to entreat the favor of God, to seek the God of hosts. I will go also. En het vervolg luidt, de inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen, laten we meteen gaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Yea, many peoples and mighty nations shall come to seek the God of hosts in Jerusalem and to entreat the favor of God. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. So, it's in our hands. Are we returning? What do we do with the opportunities that God gives us? Dus het ligt in onze handen. Keren we terug, komen we tot inkeer, grijpen we de kansen die God ons aanbiedt. And indeed, in that vein, we read two other references to the ninth month in the recounting of Ezra and of Nehemiah. In Ezra chapter 10, verse 9, in making the renewed covenant with God, all the men of Judah and Benjamin gathered themselves together unto Jerusalem within 3 days. It was the ninth month. On the 20th day of the month, and all the people sat in the broad place before the house of God, trembling because of this matter, because of the covenant they needed to renew with God, and also because of the great rain, because it was the winter and it was raining. En we lezen ook over de negende maand in de vertellingen over Ezra en Nehemia. In Ezra 10, vers 9. Lezen we, toen kwamen alle mannen van Juda en Benjamin bijeen in Jeruzalem binnen 3 dagen. Het was de 9e maand, op de 20e van die maand. Het hele volk zat op het plein van het huis van God, bevend omwille van de zaak en vanwege de vele regen. En het regende, want het was winter, in de 9e maand. En in the words of Nehemia, also. It was in the month of Kislev that Hanani, one of his brethren, came out of Judah, and Nehemiah has a chance to ask concerning the Jews that had escaped and that were left in the captivity, and the report that he receives, the dire circumstances, the remnant that are left of the captivity is in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem is broken down, the gates are burned with fire. And Nehemiah returns to God. I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. In Nehemiah 1, direct vanaf vers 1, kunnen we lezen over de woorden van Nehemiah. Het gebeurde in de maand Kislev dat Hanani kwam, een van zijn broers, en dat hij de kans kreeg om te vragen naar de Joden die ontkomen waren uit de gevangenis en naar Jeruzalem waren gegaan. En ze zeiden tegen hem in vers 3, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En naar aanleiding van die verschrikkelijke omstandigheden komt Nehemia tot inkeer en
gaat daarmee naar God toe. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef dagen rouw terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. What are we to make, based upon these passages, of the ninth month? What does it hold in store for us? What does it teach us? Wat moeten we hier nu uit opmaken voor onszelf? Wat heeft die negende maand nu voor ons in petto? For all of us who live in the northern hemisphere, the ninth month is the month that brings us the solstice, the shortest days of the year, the darkest time of year. Voor iedereen die woont op het noordelijk halfrond, daar brengt de negende maand ons, ja, de winter, de donkerste tijd van het jaar, de kortste dagen. Darkness is depressing. Darkness is scary. Duisternis is deprimerend en angstaanjagend. But darkness is also a great opportunity. Maar duisternis is ook een geweldige mogelijkheid. The light isn't there, but we can kindle it. Het licht is er niet, maar wij kunnen het aansteken. And this, perhaps most essentially, is the message that we need to glean from the prophecies of the ninth month. En dit is wellicht de voornaamste boodschap die wij, ja, moeten grijpen uit de woorden van de profeten met betrekking tot de negende maand. And we've noted this elsewhere, the implications of the words of Isaiah chapter 55 verses 10 and 11. For as the rain comes down and the snow from heaven and returns not there, except it waters the earth and makes it bring forth and bud and give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return unto me empty-handed, except it accomplish that which I desire and make the thing whereto I sent it prosper. Bij andere gelegenheden hebben we ook verwezen naar deze versen, Jesaja 55, vers 10 en 11. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Now we've noted this elsewhere. The implication of these words of the prophet is that whatever God sends to us through the prophet will never go back empty-handed. Just how it will play out. How these words will indeed water the earth and make it bring forth and bud. How that happens, often, we have no idea. En bij een andere gelegenheid hebben we ook opgemerkt dat de woorden van de profeten, zoals hier in Jesaja 55 staat, nooit leeg zullen terugkeren naar de Heere. Maar wat ze teweeg brengen, hoe dat precies in zijn werk gaat, wat er dan voor zegt is, dat weten we vaak niet. And indeed, we read in the same passage in the prophecy of Haggai, a prophecy that aptly illustrates this principle. When Haggai is sent by God to tell us in the passage that begins in verse 6, what's going to be with this rebuilt temple. En een heel goed voorbeeld daarvan lezen we juist ook in Haggai hoofdstuk 2. Met een profetie die gaat over die herbouwde tempel. En die profetie begint in Haggai 2, vers 6.
For thus says the God of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land, and I will shake all nations, and the choicest things of all nations will come, and I will fill this house with glory. Bij ons Haggai 2 vers 7. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken, en ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. In vers 9. The glory of this latter house will be greater than that of the former, says the God of hosts, and in this place will I give peace, says the God of hosts. En in vers 10, de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heer van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heer van de legermachten. An extraordinary opportunity, but it didn't happen. Een geweldige kans, maar het heeft geen doorgang gevonden. The second temple never attained that stature. De tweede tempel heeft nooit dit statuur bereikt, deze hoge positie. And indeed, in a similar vein, we read the words of the prophet Zechariah in chapter 2. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for lo, I come. And I will dwell in the midst of you, says God. I believe verse 11 in your Bible. Thank you. 10 even. op dezelfde wijze lezen we in Zacharia 2 vanaf vers 10. Juichen verblijdt u, dochter van Sion, want zie ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. And many nations will join themselves to God in that day and shall be my people. I will dwell in the midst of you. And you will know that the God of hosts has sent me to you. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in hun midden wonen, in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. And once again, we appreciate that these promises in Zechariah were never fulfilled in the second temple. En ook hier moeten we zien dat die profetieën die Zacharia deed niet vervuld zijn tijdens de tweede tempelperiode. They signify an opportunity, and so as an opportunity they remain. Ze werden aangeboden als een kans, als een grote kans, en zo blijft het een kans. But when we reflect upon the significance of the opportunity and the fact that it focuses in particular upon the temple, we discern something more. It's always about opportunity. It's always about actualizing a potential, something that yet awakes our effort and our choices. Als we zo kijken naar deze kansen die geen invulling hebben gevonden in die tweede tempel, dan realiseren we ons dat het altijd gaat om kansen die worden aangeboden. Kansen die wachten op ons, op onze actie om die kansen daadwerkelijk teweeg te brengen en werkelijkheid te doen worden. The last word, as it were, in the story of creation is to do. In Genesis chapter 2, verse 3, God blessed the seventh day and hallowed it, because that in it he ceased from all his work that God created to do. Translating literally. En aan het einde van het scheppingsverhaal zijn de laatste woorden om te maken. In Genesis 2, vers 3. En let op, de vertaling volgt letterlijk het Hebreeuws, iets anders dan wellicht in de Bijbel in de vertaling staat. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep om het te maken. What is to be gained by
that last word, to do? What would be missing if the text simply read, because that in it he ceased from all his work that God had created? What's to do? En wat voegt er toe aan de tekst, dat laatste stukje, om het te maken? Wat zou er nu hebben gestaan als er gewoon had gestaan, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep? Punt. Maar er staat om het te maken achter. Wat betekent dat? But at this point it shouldn't surprise us. The answer, indeed, is everything that God created. He created to do. The world as God creates it is incomplete. The world as God creates it demands of us to complete that project, to attain that completeness. When indeed do we read that the work was completed? Well, we read that self-same expression, the work was completed, in the first book of Kings in chapter 7, verse 51, referring to the work of the Holy Temple. En we lezen zo dus dat aan het einde van dit scheppingsverhaal de schepping nog niet voltooid is. Er blijft iets over om het te doen, om het te maken. Deze schepping is niet voltooid en wacht op onze actie om het af te maken. En wanneer lezen we dan daadwerkelijk dat het werk wel voltooid was? Het scheppingswerk is dus ook werk. En wanneer lezen we dat werk is voltooid? Dat lezen we bij als de bouw van de tempel voltooid is in 1 Koningen 7. Obviously, we don't mean by that that once the temple is complete, we don't need to do anything more and everything is finished. But building the temple is, if you will, a template, a paradigm for our actualizing the potential, for our rising to the occasion, for our seizing the opportunity that God is always giving us. En het mag duidelijk zijn dat op het moment dat die tempel voltooid is, dat we nog niet helemaal klaar zijn met die schepping, maar het is een beeld en een goed voorbeeld van hoe we de kansen moeten grijpen en moeten omzetten in werkelijkheid. And this indeed is the central theme in another prophecy of Zechariah in chapter 3, that in our tradition we connect very closely with the temple and precisely the dedication that we commemorate on Hanukkah. There isn't a date for this prophecy, but the content in Zechariah chapter 3, verse 7, the blessing to Joshua, the high priest, that will give you walkers among these standing ones. En zo is er nog een profetie van de profeet Zacharia die betrekking heeft op die tempel. En er staat geen specifieke datum bij die profetie, maar qua thema sluit het aan. Het is een profetie aan Joshua, de hoge priester, dat God hem lopers zal geven tussen degenen die staan. Who are the walkers? Who are the standing ones? De vertaling die Rabijn Chaim trouwens gebruikt, wijkt daar iets af van wat er bij mij in de Bijbelvertaling staat. Maar het gaat erom dus dat er lopers zijn en mensen die lopen en mensen die staan. Althans, figuren die lopen en figuren die staan. Wie zijn diegenen die lopen en die staan? It's not my translation. I'm just reading the text of the Hebrew literally. That's what it says. I know, but it doesn't say that here, so I should explain. Okay, yeah. And of course, the answer, we've noted this in the past, is the standing ones refer to the angels. En zoals we in het verleden hebben opgemerkt, zijn degenen die stilstaan, degenen die
staan zijn de engelen. We read in the first chapter of Ezekiel, their legs were straight legs. They didn't turn. They went everyone straight forward. They don't move. They don't change. En zo lezen we in Ezekiel 1 over de engelen. In vers 7. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Ze hadden rechte voeten en daarmee konden ze dus niet lopen, ze stonden. The angels are the standing ones, because they don't move. They don't have opportunities to seize. They don't have the potential to actualize. Man is the walking one. Because, as we read it in the strongest of terms, in Job chapter 5, verse 7, man is born to labor. It's always a struggle. Dus de engelen zijn degene die stilstaan. Zij hebben geen vermogen om kansen aan te grijpen. Terwijl mensen dat wel hebben. Mensen zijn dus in die profetie van Zacharia 3 de lopers, degene die lopen. En dit wordt heel sterk uitgedrukt in Job 5, vers 7. En die moet ik nog even opzoeken. Maybe if you scroll a bit, I'll just translate it from the screen. It's right here. Maar de mens is geboren voor werk en om als vonken om op te stijgen. That's the identity of the human condition. And you know, on the one hand, we read in the first chapter of Ecclesiastes what might be taken as a very depressing evaluation of just what that labor accomplishes. In Prediker 1 kunnen we lezen wat dat werk precies teweeg brengt. Prediker 1, vers 3. Right. What profit has man in all of his labor, wherein he labors under the sun? Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? It almost sounds depressing. What could you possibly accomplish? Het klinkt haast deprimerend. Wat kun je toch bereiken met werken onder de zon? But in our tradition we comment on that. That's only the case if all you do is toil under the sun. In onze traditie geven we daarop het volgende antwoord. Dat geldt alleen wanneer je zwoegt voor onder de zon. Because as we read in verse 9, there is nothing new under the sun. Want zoals we lezen in vers 9 van Prediker 1, er is niets nieuws onder de zon. But we can go beyond the sun. Maar we kunnen uitstijgen tot boven de zon. So again, this time of year is the time when, if we consider the sun is its darkest ever from our earthly vantage point in the northern hemisphere. Want opnieuw, in deze periode van het jaar, in die negende maand, is de zon op zijn laagst en op zijn zwakst. De dagen zijn kort en het is donker. But we can kindle light. We can bring light into the world. Even if all that we see beneath the sun appears to be darkness. Maar wij kunnen een vuur aansteken en licht brengen. Zelfs al lijkt het erop dat alles wat er onder de zon is, duisternis is. And this is one of the central themes in the tabernacle and the holy temple. As we read it in Exodus chapter 27, to cause a lamp to burn continually
illuminating the darkness. En dit is een centrale opdracht, zoals die lezen in Exodus 27 in de tabernakel, namelijk om een licht voortdurend dat ze zuivere olie uit gestoten olijven moeten nemen voor het licht om voortdurend een lamp te laten branden. Now, of course, that does mean literally kindling the lights, kindling the menorah, but it also, beyond the literal meaning, pertains to what we can do in bringing God's light into the world. Because in general, as we read in Proverbs chapter 6, verse 23, the commandment is a lamp, and the teaching, the Torah, is light. En letterlijk betekent dat natuurlijk dat er dat de menorah, de lamp, de kandelaar in de tabernakel aangestoken moet worden. Maar het betekent ook, het is ook een gebod om licht te brengen om ons heen. Zoals uitgedrukt in Spreuken 6, vers 23. Want een gebod is een lamp en onderricht is een licht. De Torah is een licht. Bestraffing en vermaning zijn de weg van het leven. When we see darkness, not as a dead end, but as an opportunity, then, as expressed in the words of Isaiah in Isaiah chapter 9, verse 1, the people that walked in darkness have seen a great light. They that dwelt in the land of the shadow of death, upon them has the light shined. Wanneer we duisternis niet zien als een bedreiging, maar als een kans om licht te verspreiden, dan begrijpen we wat Jesaja 9 vers 1 betekent. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. That light, ultimately, is for the whole world. As we read in Isaiah chapter 42... Verses 6 and 7. I, God, have called you in righteousness and have taken hold of your hand and kept you and set you for covenant of the people, for light of the nations, to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the dungeon and them that sit in darkness out of the prison house. En dat licht is uiteindelijk voor de hele wereld, zoals we kunnen lezen in Jesaja 42, vers 6 en 7. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij de hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidevolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis die in duisternis zitten. So, that light, ultimately, is something that we have the opportunity to kindle, even in the darkest times. To illuminate the whole world. Dus we hebben altijd de kans om dat licht aan te steken, zelfs in de meest duistere perioden, om de hele wereld daarmee te verlichten. As expressed likewise in Isaiah chapter 49 verse 6, God says, "It is too light a thing that you should be my servant to establish the tribes of Jacob and to restore the offspring of Israel." I will also give you for a light of the nations, that my salvation may be unto the end of the earth. Zo is het ook uitgedrukt in Jesaja 49, vers 6. Hij, dat is God, hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. We have a saying that just a little light can dispel a lot of darkness. We hebben een gezegde dat een klein beetje licht een heleboel duisternis kan verdrijven. And indeed, ultimately, as we read in Isaiah chapter 60, arise, shine, for your light is come, and the glory of God is shown upon you. En zo lezen we verder in Jesaja 60, vers 1. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. And nations will walk by your light and kings at the brightness of your shining. En vers 3. En heidevolken zullen naar
uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. So now in reflecting in retrospect about the ninth month and its significance. Dus als we dan nu terugkijken op die negende maand en de betekenis daarvan. On the one hand, again, it's a month of darkness. A month when, for us in the Northern Hemisphere, the light of the sun ebbs to its lowest. Aan de ene kant is de negende maand een periode van duisternis. Een maand van duisternis. Op het noordelijk halfrond ebt het licht van de zon weg. And there are those like Jehoiakim who don't see the light and if anything through their actions only augment the darkness. En er zijn er zoals Jehoiakim die in die duisternis het licht niet zien en door hun daden slechts toevoegen aan die duisternis. But that darkness is also an opportunity. Maar die duisternis is ook een kans. When Haggai delivers his words to Zerubbabel, it is precisely the antidote to what Jehoiakim, his great-great-grandfather, had done, because Zerubbabel chose differently. Wanneer Haggai, de profeet Haggai, zijn woorden aflevert bij Zerubbabel, dan is dat precies het antigif wat nodig is ten opzichte van zijn overgrootvader Jehoiakim. Waarom? Omdat Zerubbabel anders koos dan zijn overgrootvader. And indeed, no matter how dire the prophecy to Jehoiakim or Jechonia, repentance can always change things. En hoe verschrikkelijk ook de profetieën zijn voor Jehoiakim en Jechonia, zijn zoon, ware inkeer kan zo'n oordeel echt veranderen. Zerubbabel, through his choices, becomes the recipient of the promises that could only remain unfulfilled in the lifetimes of his great-great-grandfather and great-grandfather. En Zerubbabel wordt op deze manier door zijn daden, door zijn inkeer, waardig om te ontvangen de beloften die niet ingelost konden worden in de tijd van zijn overgrootvader. Ironically, there are promises that remained unfulfilled even for Zerubbabel and his contemporaries. The Second Temple, as we noted, never really fulfilled the promises that coulda, mighta, shoulda, but weren't fulfilled in it. Ironisch genoeg werden toch zelfs tijdens die tijd van Zerubbabel niet alle profetieën vervuld tijdens die Tweede Tempelperiode. Want we weten dat er tijdens die Tweede Tempelperiode niet al die heerlijke woorden die gesproken waren over de tempel tot vervulling zijn gekomen. But the opportunity remains. Maar de kans, de mogelijkheid blijft. God's word never returns empty-handed. Gods woord keert nooit ledig terug. That opportunity is what we continue to seize upon at this darkest part of the year in kindling the light. En die kans blijven we voortdurend grijpen in deze donkerste periode van het jaar om het licht te ontsteken. Ultimately, that is the light. That is the opportunity that God summons us to be to illuminate the entire world. Uiteindelijk, dit is die kans om dat licht aan te steken, om de hele wereld te verlichten. And so, in particular at this time of year, when it is most dark, it also can become most light. En zo, op deze wijze, kan het in het bijzonder juist in dit jaargetijde, in deze
maand waarop het, het jaar op zijn donkerst is, kan het juist het allerlichtste worden. When we survey the ninth month in the Bible, we get our marching orders, our summons to make the world a much brighter place. Wanneer we de negende maand onderzoeken in de Bijbel, dan zien we die oproep om de wereld te maken tot een hele fel verlichte plaats. God bless you. God zegen u.